Yes, leuk dat jullie kijken. Vandaag, zoals je ziet, ben ik niet alleen. Stel je maar even voor. Ik ben Mootje Wet, ik ben stylist in de muziekwereld voornamelijk. Ik doe heel veel clips voor heel veel bekende artiesten. Voornamelijk in de urban scene, zeg maar. Ja. De Nederlandstalige urban muziek. Ik zag Frenna voorbij komen. Van Frenna tot en met Adam Boef. Ja. Ik werk heel veel met John de Vreeser. Ik heb dus heel vaak met Dolboy mogen werken. Dus kortom, bijna al die artiesten. Ja, die ja. En dit doe je fulltime? Ja. Ja, precies. Ja. Nou, we gaan vandaag meerdere dingen doen. Eerst vroeg ik jou voor alleen naar mijn outfits kijken. Klopt, ja. Maar ik vind het gewoon zo zonde, want ja, weet je, ik ben niet altijd met de stylist. Nee. Dus we gaan meer dingen doen. We gaan vandaag Trend or Trash doen. Klopt. Dat is een serie uit Engeland, wat wij ook even gaan doen in deze video. Dan gaan we naar verschillende items kijken en dan gaan we onze mening geven. Zou je het kopen? Is het trend of is het trash? Ja. Ik pak mijn Instagram erbij. Spannend. Ja, precies. Ik ben kritisch, hè? Ja, en dat wil ik. Dat ja? wil ik. Ja, okay, echt zeker. Dus ik kan je wel koud maken. Ja. Ja dus dat willen we. Zeg toch vast tegen je kijkers. Ja. Van, hij is moeilijk. Maar precies. We gaan kijken. Ja. Voordat we beginnen moet ik nog even zeggen. We zijn in een schitterende locatie. Hele mooie locatie. Smith Optiek. Ja. Ja. Dat is een van de klanten waarmee ik werk. Van brillen van hun. Katje. Van Katje. Dita. Met Dita. Ja. Als jullie ooit een keer in Amsterdam zijn of in Utrecht. Kom een keer een kijkje nemen. Ze hebben echt hele mooie brillen. Precies. En we laten nog even wat shots zien van de winkel. Ja. Ik zet een linkje ook gelijk in de beschrijving. Ja. Zo, oké. Kijk of ik het nog durf. Laten we beginnen even bij deze. Dit vind ik een hele leuke outfit. Oké. Fris. Het is van deze tijd. Het ziet er niet geforceerd uit. Ja. Het is gewoon een leuke, frisse outfit. Nike's doen het altijd goed. Vooral ja. in deze tijd, zeg maar. Ja. Dit zijn die mooie nieuwe disrupts. Ja. ja, klopt. Je hebt ze ook in het wit, heb je ze. Helemaal in het wit met kleur, ja, heb klopt. Je ze. Dus ze zijn echt heel leuk. Ik vind je overhemdje echt leuk. Ik vind je jasje leuk. Ja. Je broek wat je aan hebt, leuk. Het is gewoon echt een hele leuke frisse outfit. Okay, het geeft toch wel een soort van, in deze sombere tijden, toch wel een soort van fleurigheid met zich mee. Precies. En het grappige is, deze heb ik echt heel snel in elkaar gezet. Ik was een beetje juist in een lazy mode, maar ik pakte gewoon even snel dingen. Alleen wat ik wel denk ik zelf vind, is dat jasje is een beetje kort en dat overhemdje is wel heel lang. Is dat denk je erg? Of? Nee, vind ik niet. Oké. Ik vind wel dat ik hier heel lang lijk of zo op een of andere reden, maar ja, dat is beter maar dan je te bent, maar je bent lang en je hebt ook zwart aan, dus dan maakt het sowieso wat langer. Hier heb ik ook nog eentje met een swipe, ik weet niet of je die... Nee, dit vind ik helemaal niks. Dat dacht ik al, dus dat vinden meerdere mensen. Ik vind het helemaal niks. Ja, het is wel een sponsor van me, dus ik... Ja, tuurlijk, ik snap het, maar ik vind het zeg maar... Maar gewoon, het is allemaal te strak zo geforceerd. Ja, ja. Ik ben niet meer van de hele strakke skinny jeans. Nee. En vooral niet zeg maar een skinny jeans wat helemaal strak om je kuiten zit. Nee, ik ben er ook eerlijk gezegd mee gestopt. Wat relaxter. Wat relaxed zit. Ja. Dat je ook eventueel over je schoenen heen kan zetten. Dat zou ook kunnen, want dat heb je ook. Ja. Maar niet wat bijna een legging is. Nee. Dat vind ik niet meer mooi. Het belangrijkste van deze video, wat ik bijna vergeet, we gaan ze nog cijfers geven. Dus gaan we eerst even terug. Hou hem vast hier. Welk cijfer geef je de eerste outfit? Een 8 sowieso. Oké. Ja, ja. Leuk. Heel leuk. Nice. Lekker. En dan dus... Een 2. Een 2. Gemiddeld een 5 sta ik. Ja, nee, dat is niet mijn ding. Ja. Trouwens, hele mooie schoenen. Oh ja, kijk, de track 2 waar we het net even over hadden. Ja, heel leuk. Zo. Goed, heb je hier ook een margarita? Nee, geen. Iced tea? Iced tea, maar maakt niet uit. Deze ben ik misschien wel benieuwd naar. Het is wel die strakke broek, datzelfde merk. Er zit wel een groot gat in. Daar ben ik persoonlijk niet zo fan van. Maar omdat het zwart is, valt het wel minder op mijn grote bovenbenen. Ja. Ja. Trui is leuk. Broek ben ik geen fan van. Nee, snap ik. Schoenen leuk, maar niet meer van deze tijd. Nee. Maar vind ik al. Ik heb ze gekocht. Ja, goed zo. Het is alweer 3 jaar geleden dat ze uitkwamen, dus ik ben nu wel een soort van klaar. Dus jongens, koop nu geen triple S meer, dat is echt zonde van je geld. Ja, vind ik wel persoonlijk. En als je ze nog kan doorverkopen. Ja, nee, vind ik wel, ja. Eerder tracks, toch? Ja, eerder tracks. Als je echt een Balenciaga wilt, dan tracks. Ook geen Speedy meer, hoef ook niet meer. Nee, Speed Trainers, nee. Echt niet. Deze geef ik een 6. Een sessie. Die allereerste met de auto was gewoon leuker. Ja, een kritisch cijfer is heerlijk. Als je je broek al niet leuk vindt, schoenen outdated.
Een 6. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, zaak gemiddeld volgens mij op een 5,5. Maar ja. We gaan omhoog. Ja. Kijk, hier deze ook. Het zijn wel leuke schoenen, maar hier die broek ook. Nee. Deze, dus ook van een lange tijd terug. D-Square petje nog. Met Nike Air Max 95 volgens mij eronder. Maar oh, nice. Kan... Heel leuk. Ja. Nee, ik ben ook wel een fan van de Nike 95. Dat vind ik wel leuk. Dit was echt nog een beetje voordat ik weer echt op dure dingen. Behalve mijn horloge die ik nu niet meer heb. Maar... Oké. Okay. Ja, ja, D-Square pet dan toevallig. Ja. Maar dit is gewoon een 6 June. Ja. En dan weer die broek van mijn sponsor Legend London. Ja. En dan Nike's eronder. Ja. Dus een beetje goedkope fit, full black. Ja, maar gewoon goed. Ja, toch? Ja. Ja. Ik vind hem ook wel vet, zo een beetje de hoogte van de schouder. Ja. Kom je armpjes lekker mooi toch? Ja, ik bedoel, je bent toch een fitness... We trainen nu, ja. Ik vind hem niet wauw. Cijfer? Een zesje. Een 6,5. Ja, oké, 6,5. Ja, zo. 2018. Ik leg even uit, wat had je allemaal aan toen? Ja. Dit waren Versace's fully reflective, zeg maar. Ja. Heb ik in de sale toen gekocht en opeens begon ik weer met wat duurders. Maar ik stijlde niks goed heel erg bij elkaar. Want hieronder heb ik een Legend London broek, daaronder een beetje een andere kleur shirt. En dan nog snel een zomerjasje van Moncler van 10 jaar terug. En ik weet niet, ik dacht, maak even een foto op mijn scooter voor mijn ouders huis waar ik nog woonde. Ja. En dit was ook dan wel weer reclame. Ja. Maar ja, zelf vind ik dit niet... Ja, ik vind de kleuren niet gewoon bijzonder. Het kan wel, maar het is nou niet de beste match. Het is zo, laten we het zo houden. Ik ga deze niet beoordelen. Omdat het zeg maar iets is van een paar jaar geleden. Ja. Dus we gaan nu zeg maar gewoon beoordelen zeg maar, wat je nu aan het dragen bent. Zeg maar. Oké, okay, ja. Snap je? Nee, vind ik ook. Ja, zeker. Snap zeker. Je? Nee, klopt. Want dan kunnen we zien of je skills zijn opgegraded. Zeker. Laten we dan even deze pakken. Dit is best wel een ik vind dit foto. Een hele vette foto. Ik vind de tennispak mooi. Ja. Mijn keuze zou niet zeg maar de Versace zijn. Misschien had ik een simpele zwarte sneaker eronder gedaan, zeg maar. Of een witte sneaker eronder gedaan. Ja, wit, dat lijntje. Ja, dingen. Maar ik vind het een hele mooie outfit en ik geef deze een 9. 9? Ja. Ziek! Ja, ik geef deze een 9. Het had dus beter kunnen dan. Ja. Het ging maar ook, ik had ze net... Ik ben ook, sorry hoor, ik ben ook misschien ook een beetje fan van tie-dye. En ik vind het ook echt een hele mooie Palm Angels tie-dye. Ja, De tracksuit vind ik heel mooi. Ja, ziek. Vind ik heel mooi. Ja, toevallig... Ik had die schoenen ook, meestal heb ik ze met een wit paar aan. Even een foto in beeld gooien. Alleen deze had ik toevallig de dag ervoor gekocht. Ja. En ik wou er gewoon even een foto mee maken. Ja, en, heel leuk. Heel en nice. Toen kwam ik er later achter dus dat die Medusa ook paars is, zeg maar, daaronder. Okay. Dus dat vond ik wel leuk zelf, die match. Maar ja, het kan wel, maar inderdaad, het kan nog wat strakker. Hier, fully in lichtblauw. Heel leuk, heel fris, lekker zomers. Ja. Altijd goed, echt een leuke influence fotootje. Ja, een 8. De laatste twee foto's dan, deze. Vind ik allemaal te vind ik heel veel. Ik ben er ook niet meer zo'n fan van, eerlijk gezegd. Ik vind het allemaal te veel. Ja. T-shirt, schoenen, ketting, broek erbij. Ik had deze outfit leuker gevonden als er niet de ketting aan zaten. Ja, dan was dat rustiger. Echt een hele leuke outfit. Dit is een leuke outfit. Ja. Welk cijfer zou je deze geven? Deze geef ik een... Echt hoe die nu is? Hoe die nu is, geef ik het een... Een 7,5. Oké, okay. Dus niet echt slecht. Nee. Hij heeft potentie, maar het is hem net niet. Vond die andere foto's vond ik echt afschuwelijk. Dat zou je niet afkraken naar een 5, maar dan is het heel slecht. Ja, echt hè? Deze. Love it. Heel leuk. Ja. Goeie fit, leuk. Leuke schoenen, leuke broek van Amiri, leuk t-shirtje van Palm Angels is het? Nee, dat lijkt er wel een beetje op, inderdaad. Nee, dit is geen duur merk. Culture. Oh. Het is, nice, heel leuk. Ik kan het even laten zien, dat is echt een streetwear Instagram. Mijn shirtje was 310. Hey, ze hebben mij ook gerepost, weet je. Ja, nice. Ja. Maar word jij wel eens benaderd door zulke merken? Het is nog wel iets waar ik graag heen zou willen, zeg maar. Dus als mijn Instagram iets meer on point, met bijvoorbeeld die ene foto met dat paars, waar ik een beetje het achtergrond grijs heb gemaakt, want het was gewoon in mijn kamer of in mijn huis, zeg maar, waar alles een beetje beigeig is, weet je. Dat gaf toch een beetje zo'n vieze kleur, zeg maar, eraan. Dus ik probeer het allemaal wel wat strakker te maken. Nice. Maar ik vind het zo moeilijk met een feed, zeg maar. Ja. Ja, heel nice. Welk cijfer? De laatste. Ik geef deze gewoon een 9. Vind ik een leuke outfit. Ziek. Oké, leuk het hoor. Ik hou van die broek. Ik vind het een hele mooie Amiri broek. Ja, echt hè? Ja, dat is een van de mooiste Amiri broeken die ik persoonlijk vind. Amen. Dus
Nou, ik ben er net achter gekomen. We zijn best wel lang even bezig geweest met alleen de outfits reten. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan zeker nog die content voor jullie maken. Ja. Maar dat doen we dan even allemaal in een aparte video. Ja. Zodat we lekker langer per video de tijd kunnen nemen. En dat we over een paar weken weer deze, live gaan met deze video. Precies, precies. Zodat dat de mensen weer kunnen gieren en brullen over onze stylinggesprek. Juist, precies. Hopelijk vond je deze video tof. Mo Joette kan je ook volgen op Instagram. Het Joette Styling. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even zeker. En ik zie je graag terug binnenkort ook bij de nieuwste video samen. Peace out.